beautiful day. The sun is shining, I feel good, and no one's gonna stop me now. Oh yeah. Oh, here. Ah, okay. Yeah. Oh, lovely. End of that. No one! No one! Yeah. Hello? En over 5 jaar huidkanker. Ik zou het nu doen. Ik zou hem even gegeten. Dan zit er ergens nog wit. Zij ging zo op. Ik moet ook even eens meer vandaag. Als je ook een lekker dag. Ja, ik weet het, maar ik moet één. Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben, is het een beetje aan de warme kant. We gaan zo meteen beginnen met het koppelschieten op de einddag 2019. René, ik ga het woord aan jou geven, want jij hebt dit veel beter voorbereid. We beginnen over een kleine 10 minuten met het schutterstoernooi. De pools, het speelschema hangt allemaal hier bij de wedstrijdleiding op het raam. Na een potje die je gespeeld hebt, word je ook aan je gevraagd om zelf de uitslag even in te vullen. Ga niet met z'n allen als een jekko voor zitten drinken en dan zitten doorkrassen en zo, maar vul gewoon even eerlijk je stand in. Nou, je ziet het veld er voor je liggen, helemaal aan de linkerkant. Dus richting het hoofdveld is veld 1. En het veld meest gelegen naar de KPG toe is veld 8. Dit is de man, dit is zijn bier. En Lotte, hoe is het gegaan? Ja, gewonnen. Ja? Dat was wel spannend hoor. Ja. Langs van de Donk niet, legt klaar, schieten, probeert hem te lepelen op de lat en de herkansing van Bladworth. Nederland komt dichter en dichter bij de openingstreffer in deze wedstrijd. Vrije trap voor Nederland. Spitsen kan schieten. Spitsen. Centimeters.
Sherida spitsen. Eén draaiende bal. Minima! Ja, daar is hij! Daar is hij! Gelukkig en verdiend. Spitsen. Van de Gracht. En 2-0. En dan krijg je toch het gevoel dat deze in de pocket is. Nederland naar de halve finale. Italië heeft geen antwoord op de spervuur aan standaard situaties, vrije trappen en hoekschoppen die het Nederlands elftal krijgt na rust. Deze tweede helft is verreweg het beste wat Nederland heeft laten zien op dit toernooi. Op veld 4 hebben we Maarten en Rudo tegen Margot en Luca. En op veld 6 hebben we Remy en Dennis tegen Jarro en Bram. De halve finale zijn voorbij. Kom de standen even doorgeven, dankjewel. Op het laatst kom je echt alleen maar raak. Ja, ik verleef het. Dames en heren, we hebben in de finale van het koppelschieten 2019 nog 1 minuut te gaan. Stand is 16 tegen 11. Voor Maarten en Rudo. We hebben nog ongeveer 30 seconden te gaan. Zoals het er nu naar uitziet, gaan Maarten en Rudo gewoon het koppelschieten 2019 winnen. En ik hoor nu op de achtergrond, het is klaar! Maarten en Rudo, gefeliciteerd! De echte kampioenen van het koppelschieten 2019. Even applaus, dit is een matig applaus! Je hebt het lang volgehouden. Zo Maarten! Ja, lekker hè? Heerlijk! Weer een overwinning op de Palmares erbij. Ja, voelt toch wel goed hoor. En dan maakt het niet uit of het een knikkertoernooi is of een frisbee-toernooi. Een prijs is een prijs. En ja, dat maakt gewoon de hele dag weer goed. Lekker weer. Maar als je zonder prijs naar huis gaat, dan heb je er niks aan. Dus het is wel lekker. En de navolger van je vader, hè? Met de Klaverjaskampioen, hè? 2019 gewonnen. Ik heb hier een wisselbeker koppelschieten Dalto in mijn handen. Daar staan de namen Bram en Jarro, Jesper en Renske, Joren en Mika, Jorrit en Maarten op. Maarten, jouw naam komt er voor de tweede keer op. Mannen, van harte gefeliciteerd. Jullie hebben het goed gedaan. Klasse. Applaus voor de kampioen van 2019.
ik geef er eentje aan jou. En eentje aan jou. Dankjewel. Jongens, jullie hebben het goed gedaan. Jullie kwamen gewoon veel te erg tekort. Jammer dan. Helaas, succes volgend jaar. Jullie hebben daar gestaan. Kijk hoor, Kas! Ik heb ooit gewonnen en ik ben nog geen gelukkig blij. Ik ga dan niet. Dat wordt bij de organisatie. We hebben 19 leuke items. We gaan weg voor de hoogste bieder. Die krijgt de gegevens mee van Peter. Eerste item, Peter. Ja. Ik denk dat jij daar de hoofdrol in kan spelen. Want het lijkt op wat jij thuis hebt. Mensen, kijk eens even hierna. Geschonken door Ruud Jansen van de Traai. Handgemaakt Dalton trolleytas. Dat is echt leer. Eenmaal allemaal. Verkocht voor Gerard Groot-Wilsen. €60. Leuk bieten, leuk aandenken. Jullie hebben dat hele jaar gezien. Mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Dalton. Kijk eens even wat er staat voor een fantastische hotel. Een bed en breakfast. Het is een fantastische overnachting waard. Ja, maar wat regelen we daar dan? Well, daar wordt er zelfs een lunch geserveerd. 55. De zonsondergang, serenades en Anne Golgijn. Ja. Nou, gefeliciteerd met je overnachting, Jaran. Willem Tel. Willy? Annie, grill met barbecue en een vuurkorf, alles. Ja, kijk eens even naar Peter Diemersman wat er aan komt rijden. Als je tuin hebt, groot genoeg. Als je tuin hebt. Fantastische tuin. Het is dus een barbecue, een grill en een vuurkorf in één. Leon 10, doe hem open. Leuk jongens. €120. Wat? €50, Maarten. €50, Maarten? Nee. Oh, dat maakt niet uit. €155 voor Maarten. Oh, dat is een mooi bot. Is dat een mooi bot, Wendy? Een topbaanbot. Is er nog iemand anders, hè? Hey jongens, klasse. €155, Maarten. Dankjewel, Jochie. Maarten, gefeliciteerd. Ze zijn hier zelfs. Originele, gesigneerde voetbalschoenen. Door Eduard Duplan. 2015-2016. Sparta, FC Den Haag, FC Utrecht. Ruikjes? Ja, het zijn nog vers. Kas, €40. Ronald, €45 gemeenschap, hè? Eenmaal. Andermaal. Kasje, kom even lekker ruiken. Er zit echt een goot, hoor. Namens de stichting over de parasol. Wat vind je van die parasol? Ik vind het een fantastisch. Ja, schoenen van Duplan.